Welkom allemaal, ik ben Peter. We gaan vandaag een serie stretches doorlopen. En die serie is full body met de nadruk op de upper body. En nou ja, laten we gewoon lekker beginnen. Dus wat we gaan doen is, we gaan liggen op de mat. Als je je matje erbij hebt gepakt, of een dekentje. En als je dan komt liggen, strek dan allebei je armen opzij 90 graden op het lichaam. En als je hier dan liggen, dan breng je je linkerhand naar je toe. Die zet je eigenlijk onder je elleboog. Je linkerbeen neem je mee omhoog over je lichaam heen en dan rol je naar rechts. En deze stretch hou je zo even vast. Dan zet ik ondertussen even een timertje aan. Dan breng je hem heel rustig aan, je been weer terug, linkerarm stek je uit, rechts zet je onder je heupen, je rechterbeen breng je over je heen en die draai je naar de achterzijde. En dan voel je de rek ontstaan aan de voorkijkende kant van de schouders, de schouderkop. Dan breng je hem heel rustig aan, kom je weer liggen op de mat. En dan strek je beide armen voor je uit. Dan breng je je linkerhand naar achter en je rechter enkel omhoog, dus je buigt je knie. Dan pak je met je linkerhand je linker enkel en je drukt je enkel in je hand. Je buigt jezelf, je stretcht jezelf omhoog. Voel je lichte compressie in de rug. Stretch op de schouders. Blijf die enkel in je hak, in je hand duwen. Laat je hem heel rustig aan los. Linkerhand naar voren. Linker knie buig je weer terug. Rechter knie buig je. Rechterhand. Pak de enkel en druk de enkel weer in je hand. Stretch jezelf omhoog. En blijf duwen. Voel weer de compressie in de rug. Misschien voelt hij wel anders als de andere zij. Mocht je nou een houding tegenkomen waar je wat langer in moet blijven, druk dan even op stop. Neem de houding weer aan en blijf er wat langer in zitten. Uitademhalend maak je de enkel weer los. Kom je omhoog. Leg je knieën naar de buitenzijde. Je grote tenen raken elkaar. Zitbordjes gaan richting de enkels. En dan loop je met de handen naar de rechterzijde. En dan voel je de linkerzijde op stretch komen. Loop dan zo ver als goed voelt voor jou. Blijf hier. Even een moment zitten. Heel rustig aan loop je terug naar het midden en door naar de andere zijde. Voel je nu de rek aan de rechterzijde. Misschien voelt u wel heel anders. Beide handen weer heel rustig aan naar het midden. De mat. Zet ze ongeveer op heupbreedte uit elkaar. En breng dan je rechterschouder omhoog. Kijk onder je rechterschouder door naar het plafond. Adem dan uit. En dan breng je linkerschouder omhoog. En kijk je daar onderdoor richting het plafond.
En zo beweeg je om en om, van kant naar kant, heen en weer. Rek je elke schouders een beetje. Kom heel rustig aan omhoog. Zet je je knieën onder je heupen. Je handen lopen je wat naar voren. Dan laat je je borst richting de mat zakken. Waarbij je misschien je kin op de mat legt. Dat het goed voelt voor jou. Als je nou nog iets meer stretch wil, breng dan je handen bij elkaar. In de gebedshouding en breng die over het hoofd door je ellebogen te bergen. En blijf je borst richting de mat duwen. Omlaag. Dan kan je heel rustig aan omhoog. Stap dan met je linkervoet naar voren. Breng jezelf omhoog. Beide handen naar voren. Strek of in de vuist. En dan beweeg je je rechterhand naar achter. Helemaal naar achter. En weer naar voren. En zorg ervoor dat je je knie boven je enkel houdt. Dus die beweegt niet mee met de beweging die jij maakt. Neem je weer mee naar achter. Helemaal naar achter. En weer naar voren. Eén keer naar achter en weer naar voren. Dan kunnen we nog een eentje. En weer naar voren. Dan wisselen we van voorste been. Nu komt rechts voor. Beide handen gaan weer omhoog. En links gaat nu naar achter. Dus zorg er weer voor dat die knie boven je enkel blijft. Focus je op die houding. Dat je ook echt al die kleine spiertjes aanspant. Schouders in een lijn. Handen hoog. Kom heel rustig aan de stilstand. En dan komen we zitten. Beide benen voor je uitgestrekt. Dan neem je links mee over rechts. Plaats dan je rechterhand achter je. En je linker elleboog achter je linker knie. Dan twist je opzij. Leg je hem verkeerd uit? Linkerbeen over je rechterbeen. Rechts achter je. Links over je heen. Ik ben blij dat Kim het wel doet. Ik denk dat we straks moeten klikken. Links achter je, rechts in de mat. Strek dan beide benen weer voor je uit. Dan gaat rechts over links, rechterhand achter je. Linkerhand. Maak je zo'n stopteken. Zou hem ook nog kunnen stretchen naar beneden. Als je iets meer stretch krijgt in de houding, iets meer twist. Dan probeer je het bovenlichaam recht op te houden. Kruin richting het plafond. Dan ga je heel rustig naar de voorzijde. Strek beide benen voor je uit. Dan kom je naar de kleermaker zitten. Dan neem je linkerhand mee omhoog. En rechterhand breng je op je rug. Naar rechts naar beneden. En dan probeer je je handen te verbinden. Als dat niet gaat, pak je misschien een sok. Iets anders. Of je pak je t-shirt mee, net als dat ik heb. En probeer je dan je handen naar elkaar toe te lopen. Net zolang tot ze contact maken. Probeer je hoofd recht op te houden, dus in je arm te duwen. Dan laat je de verbinding los. Breng je rechts omlaag, links omhoog. Breng
breng je links op de rug, rechts op de rug. Misschien pak je dan weer je shirt beet. Loop je op die manier naar elkaar toe. Druk je hoofd weer in je arm. Dat je lengte blijft houden. En misschien kan je de vingers wel aanraken en kan je ze verbinden met elkaar. Die stretch. Blijf rechtop zitten. Richting het plafond. Laat je heel rustig aan de stretch weer los. Kom in een comfortabel zittende houding. Ik heb voor de kleermaker zit gekozen. En dan breng je beide armen opzij. En dan sla je ze onder elkaar door naar elkaar toe. En dan breng je je handen richting je gezicht. Uitademhalend stretch je ze dan van je af. En in weer naar je toe. Uit weer van je af. In naar je toe. Uit van je af. In naar je toe. Uit van je af. In nog eenmaal naar je toe. Uit van je af. Breng dan de armen weer helemaal naar buiten. Sla nu de andere arm boven. Voor elkaar door. Uit, ademhalen, breng je ze weer van je af, in, naar je toe. Uit, van je af, in, naar je toe. Uit, van je af, in, ademhalen, naar je toe. Misschien kun je je handen wel op elkaar leggen, maar dat hoeft niet. Uit, van je af, in, naar je toe. Uit, nog één keer, van je af. Laat ze helemaal los. Strek dan beide benen voor je uit. Neem dan je rechtervoet mee over je linkerbeen. Plaats je rechterhand achter je. En je linker elleboog tegen je rechterknie aan. Kruin je richting het plafond. Hou je linkervoeten actief. En uitademhalen, twist je misschien iets dieper. Kijk je over je schouder naar de achterzijde van de ruit. Blijf hier voor een kort moment. Dan hou je voorste voeten actief. Omhoog gestretched, kruin richting het plafond. Dan komen we uit de houding, stretch beide benen weer voor je uit. Neem links mee over rechts, linkerhand achter je, rechterhand mee omhoog, plaats hem om je heen, de rechter elleboog achter de linkerknie. Misschien kijk je weer over je linkerschouder naar de achterzijde van de ruimte, kruin richting het plafond, rechtervoet actief. Als je iets dieper wilt twisten, probeer dat dan op een uitademhaling te doen. En een inademhaling te verlengen in de hand. Dus kruin richting het plafond. Strek dan beide benen weer voor je uit. Kom naar kleermaker zit, dat wat jij fijn vindt. Dan neem je je rechterhand mee omhoog. Je linkerhand plaats je achter je schouderbladen op de rug. En rechts breng je naar links. En misschien pak je je shirt mee. Om zo je handen richting elkaar te lopen. En als je de handen op elkaar krijgt, verbind je ze met elkaar. Druk dan je achterhoofd in je bovenste arm. En probeer lengte te maken. De stengel van je vingers, rechterhand gaat omhoog. Je komt links omhoog, rechts gaat omlaag. Rechts op de rug tussen je schouderbladen. Breng de linkerhand weer naar de rechter. Misschien pak je weer je shirtbeet. Loop eens op die manier naar elkaar toe. Kruin omhoog. Achterhoofd in je bovenarm. Probeer op te strekken.
ontstengel je de vingers weer, laat je eventueel je t-shirt los. Allemaal langs het lichaam, strek de beide benen voor je uit. Plaats dan je rechtervoet in je bovenbeen. De linkerhand omhoog en buig dan zo ver mogelijk voorover. Plaats dan je rechterhand ook op je onderste been of daar waar gaat. De linkerhand gaat naar achter. En twisten in de houding. Hou deze even vast. Kom maar heel rustig aan omhoog. Strek je rechterbeen uit, linkervoet, rechterbovenbeen, rechterhand omhoog en buig jezelf voorover. Plaats dan je linkerhand daar waar gaat voor jou, misschien op je enkel aan de buitenzijde van je rechterbeen. En rechts gaat naar achter. Twist in de houding. Misschien krijg je over je rechter schouder wel naar de bovenzijde van de ruimte. Even vast. Komen we weer omhoog. In plaats van je voeten tegen elkaar aan, misschien houden ze wat dichterbij. Handen gaan om de tenen heen. Inademhalend maak je zelf lang, kruin richting het plafond. En uitademhalend buig je voorover, dieper in de houding. Misschien druk je je ellebogen wel in je onderbeen of in je bovenbeen om die wat verder te openen. Dan voel je de opening in de liesel ontstaan. Dan blijf je vasthouden. In ademhaling kom je omhoog, strek je beide benen voor je uit, kruinen richting het plafond rechtop zitten, armen beide benen omhoog, dan buig je zo ver mogelijk voorover als gaat voor jou. En misschien pak je je schenen, misschien je enkels of je tenen, dat wat gaat voor jou. En misschien kom je op een uitademhaling elke keer weer dieper in de houding. Doe vooral wat goed voelt voor jou. Van inademhalen kom je omhoog. En komen we helemaal liggen op de mat. Neem je rechterbeen mee omhoog en plaats je rechterhand over je rechterbeen. Rechtervoet aan de binnenzijde. Laat dan je rechterknie richting de grond zakken. Probeer wel beide heupen op de grond te houden. Dan voel je de stretch in je hamstring ontstaan aan de binnenzijde van je bovenbeen. Misschien ben je linkerhand wel met 90 graden. Wat stabiliteit geven. Als je dat fijn vindt. Laat dan de rechterhand los. Strek je rechterbeen voor je uit. Breng je links omhoog. Pak de linkervoet met de linkerhand. En laat de knie weer richting de grond zakken. Zorg ervoor dat beide heupen weer op de grond blijven, zodat je geen twist krijgt. De knieën steeds verder richting de grond laten zakken. Misschien breng je je rechterhand naar die 90 graden voor die stabiliteit.
laat je je linkerbeen los, strek je die voor je uit. En dan zit deze stretchvideo er weer op. Dankjewel voor het kijken. Mochten jullie informatie willen of vragen hebben, jullie weten ons te vinden. Dankjewel.